Je moet eens even nog een keer daarna luisteren als je thuis bent. En je hoort een conga. Toen, tak, toen, ketoen, kubakket, ketoen, ketakket, toen. Welkom in de Bali. Welkom bij Jazz, Vrijheid en Protest. Mijn naam is Rogaya Sek. Ik ben programmamaker hier in de Bali. En deze avond is georganiseerd door mijn collega Merlijn Geurt in samenwerking met de Jazz Orchestra of de Concertgebouw. En het is naar aanleiding van twee concerten die ook in het teken staan van jazz en vrijheid. Twee speciale concerten dit weekend. Stoba di Curaçao met speciale focus op muziek van Curaçao. En het Katie Cotty Gala Concert, waarin met allerlei gastartiesten de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. En in aanloop naar deze twee concerten gaan wij in gesprek met fantastische artiesten die hier vanavond zijn. Welkom voor jullie in de zaal. Fijn dat jullie hier ondanks de warmte toch zitten. En ook welkom voor de mensen die thuis kijken of mensen die later denken van ik ben nu nog in de zon, maar ik ga het later terugkijken. De fantastische gasten, dat zijn Ronald Snijders, Noël, Pink Oculus en Isaline Callister. En die laatste wil ik als eerste graag naar voren vragen. Een hartelijk applaus allereerst. Zangeres, liedjeschrijver, componist, Edison-winnaar. Met een geweldige carrière en meerdere internationaal geprezen solo-albums. Fantastisch dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Ja, en we gaan het met je hebben over je muzikale zoektocht naar je roots. Laten we beginnen eigenlijk dan met muziek uit je jeugd. ik ben opgegroeid op Curaçao. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. En ik had een hele muzikale vader. Mijn vader die vond de zondag altijd een goed moment om eigenlijk zijn muzieksmaak aan ons te laten horen. Alleen ik was de enige van de drie kinderen, of de vier kinderen, die geïnteresseerd was in muziek. En ik vond het om twee dingen leuk. Ik vond zijn liedjes die hij uitkoos hartstikke mooi. Maar ik vond het ook heerlijk om even tijd alleen te hebben met mijn vader. En mijn broers en zus, die waren gewoon niet zo. Die vonden het allemaal gedoe. Dus ik ging elke zondag daar zitten en ik hoorde de mooiste liedjes. Het maakte wel dat ik een voor mijn leeftijdsgenoten een nogal ouderwetse muzieksmaak had. Ja. Maar dat kon mij niet schelen. Ik wil graag de volgende gast naar voren vragen. Ronald Snijders namelijk. Hij is fluitist. Hij is etnomusicoloog, als ik het goed onthouden heb. Mag blijven zitten. En allround muzikant. Welkom. Wat fijn dat je er bent. Ja. Hoe heb je geluisterd naar het gesprek wat we net hadden? Ja, ik ken Russell. Ik heb hem in 1984 ontmoet. Ja, die met die... hij is weggeplaatst. Okay, ik was met Felix de Roy voor een film Almacita. Almacita di Desolato. Ja, en daar heb ik hem ontmoet. En toen heb ik van hem ook nog een binta gehad. En die Spansnaren. En die heb ik nog thuis. Is een soort heilig instrument. Had ik het hier, denk ik van, oh ja, is van Russell. Hij heeft mij ook ingegeven. Ja, is een geweldige man, precies wat je zegt. En hij maakt die instrumenten zelf. Ja. En dat doet hij bij volle maan. Al die mensen die thuis aan het kijken zijn. Ja. hij maakt de binta, dat is een soort mond. Het lijkt op een pijl en boog, maar dan met een vezelachtige snaar. En dan gaat hij door de week gaat hij uitzoeken welke bomen geschikt zijn. Maar het mag alleen bij volle maan worden gesneden. Anders gaat het kapot. Ja. En dan dat doet hij met zoveel liefde en zoveel aandacht.
En hij is daar de hele tijd mee bezig. Dat gaat hij zoeken. Dan gaat en dan zo in de hoek ervan, zo met een mes, een gewoon keukenmesje. Dan, nou, dat is een berimbau eigenlijk. Ja. Maar dan, die van Russell. Het is trouwens afkomstig uit Afrika. Dat heb ik me laten vertellen als muzikoloog. Ja, want kan je daar iets over vertellen? Die etnomuzikoloog. Ja. Daarvoor ben je ook, heb je een scriptie geschreven over Kaseko. Ja. Muziek. Ja. En hoe werd daar toen... Ja, wat is Kaseko muziek? Allereerst. Dus Kaseko muziek is een naam die in Suriname is ontstaan. Overgenomen uit het buurland Frans-Guyana. Want de naam Kaseko komt van... Het Frans, cassé le corps, lichaam schudden, lichaamsbreken. Het was een dans tijdens de slavernij, een geheel andere dans. Maar toen de gaswerkers in Paramaribo kwamen, dan is die naam meegenomen. Waardoor die naam zowel in Suriname als in Frans-Guyana nog bestaat. In Suriname is het een heel andere muziek. Is een soort stedelijke amusementmuziek. Dus juist niet plantages zoals vroeger in Frans-Guyana, maar stedelijke amusementmuziek. Met nu altijd met één of meerdere koperblazers. En het is dansen amusementmuziek. Je kan op elk liedje een kaseko eigenlijk maken. Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie. Dan kan je lekker een kaseko opdansen. Maar het is een lekker ritme. Het is echt Afrikaans. Dat merk je aan die klaver die erin zit, wat je duidelijk ook in de muziek van Curaçao hoort. En de zware instrumenten, net als bij de tamboe, is ook een grote trom. En in de kaseko heb je ook een grote trom. En in de hele rituele muziek heb je de ajida, dat is ook een grote trom. En normaal wordt in Europese muziek de grote trom meer gespeeld voor de beat. Maar in Afrikaanse muziek, of muziek met Afrikaanse retenties, is die grote trom een variërend instrument. Het is juist een opruiend instrument. Dus daar waar je de violen hebt, klinkt, ik zou bijna willen zeggen bij ons, de lagere trommel. Dus dat is vrijheid? Zeker. Nou en af. Want en dan wordt ook gereageerd op die vrijheid. Ja, toch, Iselien? Denk ik het goed? Zeker. Want die tumba-muziek, daar reageren mensen toch ook op? Ja, wat voor manier? Nou, sommige, wat ik zeg, de tekst is heel vaak belangrijk. Dus die zijn vaak heel pittig en heel kritisch. Dus er zijn ook mensen... Kijk, je kan naar een tamboefeest gaan en dan ga je dansen. Maar er zijn ook mensen die gaan gewoon staan en die gaan luisteren naar die teksten. En dan en gewoon bemoedigend de zanger toeroepen. En dan wordt hij natuurlijk steeds scherper en steeds... Dus in plaats van de privé lezen kan je gewoon op een feestje gaan staan en luisteren? Ja, dan hoor je wel wat er speelt onder de bevolking. Ja, dat is. En wat het mooi ook is, en daar komen we straks wel aan toe, dat in de muziek, en ik zeg duidelijk die muziek, het zijn verschillende muziekstijlen. Nergens in het Caribisch gebied zijn twee dezelfde muzieksoorten, maar de uitgangspunten hebben wel duidelijk overeenkomsten. En in de muziek vind je dus heel veel improvisatie. En dan zitten we al dadelijk bij het begrip jazz. Er is heel veel improvisatie. En interactie met de muzikanten onderling, maar ook dus met het publiek. En dat is niet in alle muzieksoorten zo op de wereld. In sommige muzieksoorten die hoor je aan of je doet er iets anders mee. Maar in Caribische muziek is die improvisatie van directe uitwerking op je toehoorders. Je hebt Suriname... Geen passieve toehoorders. Je hebt Suriname ook een tuba, zo'n sousafoon. Dat je die mensen zo direct zulke stappen maken dat ze horen het. En sommige vrouwen stoppen in hun hoofd helemaal in die horen om het nog beter te kunnen horen. Heerlijk. En je zei, dan zijn we ook al bij jazz. Want dan zijn we ook al bij jazz, zei je. Wat is dan de stap van tamboe, kaseko naar jazz?
Ik wil uit beleefdheid, wil ik die vraag even doorspelen naar Iselin. Naar mij, ja. In ieder geval. Nou ja, het is gewoon vrijheid. Het is gewoon een manier om je te uiten. En dat kan je doen binnen de, zeg maar, binnen de groove, binnen de regels van de taboe, bij wijze van spreken. Ga je improviseren. En dat doe je met tekst en dat doe je met melodielijnen. Dat doe je, de trommelaar die doet dat ook. Die kan... Die kan, ja. Dat komt door jou, dat ik nu ook het allemaal na ga doen. Ik doe dat nooit. Trommels nadoen. Dat is fijn dat Rodat is aangesloten. Ja, mannen krijgen altijd de schuld in het Caribisch gebied. Die gaan... altijd. Die gaan dus ook improviseren. De mensen die de chappie spelen, dus dat is dat ijzer, dus een hak is dat. Ja. Die gaan ook improviseren. En mijn broer die speelt allebei. En die zegt, op een gegeven moment kom je in een soort trance. Want het gaat maar door. En dan voor je het weet, ben je bij. En dan heb je anderhalf uur of twee uur heb je gespeeld. En dat is, ja, die muziek die gaat met je op de loop. En dat vind ik heel bijzonder. Nou, wat voor mij is, als ik mag, we zijn niet om misverstanden de wereld uit te helpen vanavond, juist door een verbindend gesprek. Maar het moet me van het hart dat jazz eigenlijk, als je het gewoon wil zeggen tegen een paar vrienden op de hoek van de straat, dan zeg je van, het is eigenlijk een misplaatst woord of begrip geworden voor iets. Want jazz bestond al in het Caribisch gebied. En Dizzy Gillespie heeft Cubaanse jazz gehoord. En er zijn allerlei vormen, ook de calypso van Sonny Rollins. Pam, pam, para, para, rara. Kijk, jazz is Zuid-Amerikaans van de Verenigde Staten. Maar het is ook Noord-Caribisch. En welke wil je horen? Want New Orleans was een havenstad. Met alles erop. Bars, prostituees, muzikale uitwisseling. Alles. Dus in feite is jazz niet alleen maar een die American thing dat is gaan ontstaan. Dat willen misschien Europeanen vaak zo zien. Maar het is net zozeer een Caribische aangelegenheid die op een bepaald moment, zeg maar, een bepaalde naam is gaan krijgen of anders is gaan ontvlammen. Maar voor mij is, toen ik als klein jongen iemand als scheermaker, of later bijvoorbeeld iemand als Eddie Muringen, de vader van mijn drummer, zag spelen, hoorde ik ook al jazz. Maar op een bepaald moment, ach, we doen er niet moeilijk over, is het een bepaald woord geworden voor muziek met improvisatie, met creativiteit en met vrijheid. No problem. Ja. Voel je dat ook zo? Voelde je dat ook zo toen je naar het conservatorium ging? Ja. Toen ik naar het conservatorium ging, kende ik geen Amerikaanse jazz. Ik kende ook geen popmuziek. Ik was al op Curaçao opgegroeid met alleen maar Latijns-Amerikaanse muziek. Dat werd er bij mij thuis gedraaid en dat is de liefde die in mijn hart is gaan settelen. Dus ik luisterde eigenlijk alleen maar naar Venezolaanse radiostations en Curaçaose radiostations. Dus de Curaçaose klassieke muziek, de Curaçaose traditionele muziek en Mexico en Colombia en Venezuela. En toen kwam ik op het conservatorium en toen deed iedereen alsof ik totaal dom was, omdat ik nog nooit had gehoord van Stevie Wonder of nog nooit had gehoord van Ella Fitzgerald. En in het begin werd ik daar heel onzeker door, want ik dacht, ja, ik weet het allemaal niet. En toen dacht ik, jongens, er is gewoon een heel groot deel van de wereld wat jullie niet kennen. Ja. En ik weet wel dat ik deze mensen niet ken, maar geef me een half jaar en dan ken ik het. Ja. Maar jullie hebben geen idee wat er allemaal in Latijns-Amerika en in het Caribisch gebied muzikaal allemaal aan de hand is. Dat is nu natuurlijk anders met Spotify, want nu komen mensen met liedjes waarvan ik denk, hè? dus nu is het gelukkig anders, maar dat was toen echt zo en dat vond ik heel vreemd. Ja, ja, dat is het. En dat is echt waar, dat onderschrijf ik even. En
wat je dus, dus daardoor ziet, is dat men bepaalde dingen niet hoort. Bijvoorbeeld in veel Amerikaanse populaire muziek. We noemen net Stevie Wonder, is bij mij mijn hoogste favoriet qua Amerikaanse muziek, qua VS muziek. Maar je hoort Latin invloeden in soul, wat je noemt soulmuziek, zonder dat je erbij stilstaat dat het Latin is. Bij bijvoorbeeld een nummer dat heel hoog op de hitparade altijd stond, What's Going On, Marvin Gaye. Je moet dus even nog een keer daarna luisteren als je thuis bent en je hoort een conga. Dat is Latin. Dat is Latin. En in dus reggae muziek van Bob Marley, waarvan veel mensen horen, doom, tjek, pak. Moet je goed doorluisteren. En als je doorluistert, zie je dat er een conga-speler echt gewoon bijna tamboe-muziek speelt. Vooral Rastafari-georiënteerde reggae-muziek. Dus, maar we zijn zo gewend om het Amerikaans te zien dat we die hele grote, nieuw geschapen hoek, wat je Caribische muziek noemt, ja, dus niet genoeg ruimte geven in onze ziel. Ik wil graag de laatste twee gasten voor vandaag uitnodigen. Pink Oculus en Noël, om naar voren te komen, hier bij ons aan te schuiven. We hebben het tot nu toe eigenlijk gehad over de muziek zelf en of je die aanpast of niet en hoe vrij je in de muziek zelf voelt. Mm. Maar je kan natuurlijk zelf muziek gaan maken met wat vrienden om je heen zoeken, maar als je wat groter wil worden, dan heb je te maken met een muziekwereld waar je toe moet verhouden. Voel je je daar vrij in? Of loop je dan soms tegen dingen aan? Ik heb me altijd wel warm ontvangen gevoeld in de muziekwereld. Door zowel mijn collega's als publiek, zelfs recensenten. Dus dat, ik neem dat niet voor lief. Ik besefte dat niet voor iedereen zo is. En ik denk, omdat ik dat altijd voel, dat ik me vrij voel om te maken wat ik voel. Dat is ja, hoe ik in elkaar zit. Dus ik voel me vrij. Maar ik besef me ook dat als ik far left zou gaan, dat ik, that I would be left. Wat is far left? Als ik iets doe waar niemand zich mee kan identificeren. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat als mensen jouw muziek horen, dat ze zich kunnen identificeren met iets wat je doet. Een gevoel. Like als ze het ritme niet snappen, dan snappen ze het gevoel wel. En dan kunnen ze daar aan haken. Of als ze dat niet snappen, dan snappen ze misschien waar je het over hebt, textueel. Mm. Dan kunnen ze daar aan haken. Dus het is toch belangrijk dat je iets doet waar mensen zich mee kunnen identificeren, denk ik. Maakt niet uit wat je zegt of wat je uiteindelijk voor keuzes maakt. Zolang je maar gewoon trouw blijft aan wie je bent, dan denk ik dat het wel goed zit. Maar misschien ook het verschil tussen kunst en een dagboek. Wat het is sowieso het verschil tussen kunst en een dagboek. Mm. Dat het ene is ook voor anderen en dat het andere is alleen voor jezelf. Ja, ik denk als je een beetje geluk hebt, you can marry the two. Ja. En dan, you know, zijn mensen met je. Gewoon echt met je. En voor jou dezelfde vraag? Nou, ik zat al sinds dinsdag aan het... Ja, gisteren, wow. Aan het denken. Ja. Tijd gesneld, het is warm. Nee, wacht even. Dinsdag was woensdag. Wacht even. Gisteren was woensdag. Welke datum is vandaag? Dinsdag wel. Vandaag woensdag, ja. Oké, ik ben oké. Het is de warmte, jongens. Nee, kijk. Ik zit sinds gisteren... ik heb ook deze vraag gehad door Marlijn. En toen was ik echt aan het zoeken van... Maar Noël, heb je iets van je taal gehoord op het radio? En de antwoord is eigenlijk bijna niet... Je hoort alleen maar iets in een papiermin toe als het een ritmecombina is. Of moet je dan iets in Lincolister zijn? Dan kan je iets horen in de Nederlandse taal. In de Nederlandse radio. Maar op andere genres, op andere... in een andere setting niet. En dat vind ik wel... Ik weet niet waarom. Maar ik zie wel dat bijvoorbeeld... het kan heel poppy worden of heel popular worden als het echt ritmecombina is. Dat is een ritme die lijkt op een beetje zoek en kizomba. En dat krijg je wel in de jaren 2009, 2004, 2015 was het best wel
best wel bekend in de Nederlandse scene. Maar daarna, nu gaat het ook een beetje, maar het bestaat nog. Maar voor de rest, andere soort genres, ik mis het nog op de radio. En dat is omdat Papiamento is nog een taal in de Nederlandse koninkrijk. Dus hoezo is het niet iets dat mensen zich aan kunnen relateren? Ja. Dus waar is de interesse om die taal ook te leren, zodat we die muziek en de achtergrond ook kunnen waarderen? Dus dat is mijn vraag een beetje. Ik maak zelf nog geen muziek dat ik kan nog uitbrengen. Maar als ik de markt nu zie, dan denk ik van, waar ga ik doen? Ja, maar de radio is niet meer belangrijk. De radio is niet meer belangrijk. Niemand luistert meer naar de radio. In ieder geval, van mijn leerlingen luistert er niemand naar de radio. Ja, klopt. Ze luisteren naar de hele wereld. En dat vind ik heel bijzonder. Want dan komen ze met iets waarvan ik dan denk, ja, dat kan nooit wat zijn. Want ik heb er nog nooit van gehoord. En dan hebben ze gewoon 80 miljoen streams en 80 miljoen views. Dus het is allemaal zo veranderd. Ja, maar wat ik merk wel van de, bijvoorbeeld van de nieuwe streaming era, dat is hoe ze het nu noemen, Spotify, YouTube, al die dingen. Om een nummer in een Papiamento op Spotify te krijgen en dat het goede streams krijgt, dan moet je bij een playlist gezet worden. En om in een playlist te komen, moet je heel veel geld betalen. Het is hetzelfde als je een nummer op radio wil hebben. Of moet je geluk hebben dat de eigenaar denkt van, oh, het is mooi, ik zet het in mijn playlist om de streams te krijgen. En dan is het vraag van, hoe kan ik het interessant voor jou maken dat je het zo mooi zal vinden om het toch wel in je playlist kan zetten of op je radio kan laten draaien. En daar heb ik dus geen antwoord op, tenzij ik besluit om ritmecombinaat te gaan zingen. En daar vind ik het wel een beetje niet zo vrij. Wat zei je als laatste? Tenzij je besluit om? Tenzij... Wacht even, wat heb ik nou gezegd? Het is warm. Sorry? Tenzij je de ritmecombina gaat zingen? Ja, tenzij ritmecombina gaat zitten, dus die zoek cadans achter, gaat zingen, dan pas kan het heel snel catchy worden. Maar dan past het misschien weer niet. Ja, maar daarin is het niet zo vrij. En het is wel goed voor de andere mensen die het doen. Want dan alsnog zijn er Curaçaoënaars die toch wel hun dingen bereiken met hun muziekgenre. I love ritmecombina. Maar ik hou ook van andere genres die niet hetzelfde flowers krijgen als ritmecombina. Dat vind ik een beetje jammer. Ronald, heb je een advies? Kijk, met die nieuwe media die er zijn, is er tenminste een mogelijkheid om potentieel gehoord te worden. Een beetje cryptisch gezegd. Als je helemaal niet meedoet of mee kan doen, heb je echt een probleem. Maar als je meedoet, dan open je de kans voor meer belangstelling. En... het leven, kijk, ik ben al 73, dus ik heb het echt een beetje door. Het leven is een beetje genadeloos. Er bestaat liefde, het kan hoor, liefde bestaat. Maar in het grote verhaal is het een macht van de sterkste, vooral de bedrijven voorop, nou met AI... Ik ben bezig met AI en dan zeg ik gewoon beeld een mooie vrouw uit die met een mooie afro. En dan heb ik dat binnen een minuut. Het walen af, het walen af. Heb ik dat, het kan ook met vlechten. kijk, maar je moet, maar mijn stelling is, het leven is hoe dan ook een kans. Nee, dat is filosofisch echt heel, heel uitgewerkt door mij. Het is een kans. En die kans moet je nemen. Je moet die kans niet nemen met het antwoord dat het zo weinig wordt gehoord. Of dat, ja, dat is wel waar, maar als je die kans niet neemt, heb je niks. En er is niet alleen een kans om rijk te worden en wat dan ook, maar het is voor jou als mens is het buitengewoon leuk om iets heel doordags te presenteren. Desnoods voor een kleine groep vrienden, want dingen zijn ook klein. Heel veel stromingen zijn klein begonnen. Ga maar stromingen van kunstenaars, Groep De Cies, Charlie Parker en Thelonious Monk zijn in een
club begonnen, 's nachts kregen ze een beetje ruimte om te gaan jammen. Maar het is wel bebop geworden. Dat de trendzettende muziek is. Ik draaide vanmiddag Thelonious Monk in mijn auto. Well, you need not. Ik zie daar Juan zitten. Dus Juan begint. En Ruby, my dear. Hey, die man is gewoon begonnen in het niets met Charlie Parker en later Miles. Weet je, dus mijn advies is, je moet je punt gewoon houden. Je moet je niet te veel storen aan het feit dat bepaalde dingen niet gebeuren. Het leven is voor mij is tamelijk onrechtvaardig. Maar als je er zelf niet tegenin gaat, dan heb je helemaal niks. En dat is zo ongeveer een voorlopig antwoord op wat je me vroeg. Ja. Mag ik een wat lichtvoetiger? In die zin vind ik het wel, voel ik me heel vrij, omdat ik kan doen wat ik wil. Ik heb gewoon hele rare, gekke muziek gemaakt. Dat kon. Ik heb alleen niet gedacht van, ik ga nu doorbreken. Ik dacht, weet je, ik ga mijn hele leven spenderen om zieltjes te winnen voor alles wat ik maak. En dat duurt best lang. Maar als je zorg dat je de weg leuk vindt en niet de hele tijd op zoek bent naar dat einde. Want wanneer ben je nou beroemd en wanneer ben je, wat wil je nou? Ik vind het zo ongelooflijk leuk om elke keer dat er één iemand, drie mensen, twee mensen denken van, wat vind ik dat toch, eigenlijk vind ik dat toch mooi. En dat vind ik het allerleukste wat er is. En ik denk dat als je zorgt dat je in ieder geval niet steeds een eindpunt aan het zoeken bent. Maar gewoon enjoy the process. Gewoon het hele schrijven en in de studio met je vrienden. En dan spelen en een cd-presentatie. En dan boos worden op de recensie. En dan met z'n allen drinken en dan weer. Ja. Dat is gewoon het enige wat belangrijk is. Ja, vind als ik. En als ik wat, als ik wat mag zeggen, Marokaya, sorry dat ik je aan. Nee, mag, zeker. Kijk, ik vul je aan. Wat is de zin van het leven? In de zin van het leven. In de zin van het leven is het beroemd worden à la Prince met een kunstheup en Michael Jackson die op zijn 50ste al dood is en Whitney ook. En Prince is ook dood, en hè? Dus Amy Winehouse. Ja, een heleboel zijn dood. Ze zijn allemaal dood. Ja. Kijk. Wij zitten hier, we zijn gewoon. Kijk, het feit dat je hier zo zit en je bent vlees en bloed en je bent waardig. Als ik een vrouw was, was ik misschien wel al verliefd op je geworden. Maar goed, dat nee, maar je moet. En weet je wat een belangrijk ding is wat ik wil zeggen? Ja. Nee, echt. Je weet niet alles als je bezig bent. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik zit in een interview in een klein radiostationnetje in Rotterdam. Belt een vrouw naar de studio. En die vrouw zegt, ik wil iets aan meneer Snijders vragen. Ik dacht, nou ja, oké, goed. Ze zegt, meneer Snijders, ik ben door u geremigreerd. Ik dacht, die vrouw is misschien grappig bezig. Ze zegt, nee, ik heb één keer het liedje Kon Isibaka van u gehoord. Het is nooit een hit geworden, het is door Fonogram gewoon uitgebracht en verder niks mee gebeurd. En ik ben het altijd blijven spelen. Ze zegt, toen ik dat liedje heb gehoord, dacht ik, nu ga ik weg uit Nederland en ik ga terug naar Suriname wonen. Die vrouw is inmiddels na ongeveer 15 jaar terug in Nederland, want ze belde naar Rotterdam. Maar ze heeft gezegd dat dat ene liedje en die ene frase die ze heeft gehoord, Kon Isibaka Nina Song, Gudu Minaman Wachti Moro, Brasa Misranang. Kom terug naar de zon. Schat, ik kan niet meer wachten, omhels mij Suriname. Als jij artistieke level in je muziek zet, je weet niet wat het soms met mensen doet. En dan gaat het niet om die Spotify playlist wel of not. Het is belangrijk, je gaat mij dat niet ontkennen. Maar er is meer dat er kan gebeuren met je muziek. Ja. Dat wil ik. En daar moet je het voor doen. En nog een hele fijne avond.